Yo, wij zijn Ponkers en in deze video gaan we jou laten zien hoe je door middel van de onoplettendheid van een bezorger gratis eten kan regelen. En dat is... Het is geinig! Je eten via een appie, je betaalt direct en ze komen het langsbrengen. Maar niemand checkt daadwerkelijk of het ook echt jouw bestelling is. Dus is het mogelijk dat ook iemand anders jouw bestelling aanneemt? Ja, dat gaan we dus uitproberen. Sinds de jaren 50 bestellen we al eten. Met name... Pizza, maar ik heb al heel veel pizza gegeten. Dus dat vind ik tegenwoordig niet meer heel lekker. Dikke mannetjes die pizza's bezorgen met hun American Caddy. Inmiddels zijn we een stukje verder en kan het eten worden bezorgd op allerlei manieren. En overal waar je bent. Van het park tot zelfs in space. Ja, echt waar. Geen grap. In 2001 is dit echt gebeurd. Per jaar worden er in Nederland meer dan 315 miljoen complete maaltijden bij mensen thuis bezorgd. Dat is gemiddeld 18 maaltijden per persoon. Of voor één persoon 105 miljoen dagen lang 3 maaltijden per dag. Opvallend is dat vooral mannen en jongeren eten bestellen. Vaak omdat ze geen zin hebben om te koken. Twintigers kiezen dan vooral voor Italiaans. En vijftigers, die willen liever Chinees. Volgens bankmeneertje Stef Driessen van ABN AMRO was de verwachting dat in het jaar 2016-2017 voor 695 miljoen euro aan warme maaltijden zouden worden thuisbezorgd. Dat zijn 139 miljoen pizza's of 174 miljoen broodjes saté. Komt dat op de tv? No. Nee. Wat we gaan doen is we gaan op zoek naar iemand die net iets gaat afleveren. En hier op het plein zie ik zojuist een scooter iets afleveren. Een thuisbezorgd busje toch? Ja, een thuisbezorgd scootertje. Daar staat hij, daar staat hij. Oh man, en daar gaan we dus achteraan. Oh ja, daar gaat hij. Daar gaat hij, dat is hem. Maar ja, dit bedoel ik dus. Oh, dit is alleen stom. Dit is shit! Waar hij ook op een scooter moeten gaan. Want als hij nu ergens tussendoor slipt, waar is hij? Ja, ik zie iemand niet meer. Oh, en weet je wat ook fucked up is? Als wij straks ergens voor een deur staan en dan het pakketje aannemen. En er moet gepast betaald worden. Ja. Dan zijn we ook de Sjaak. Want geen geld. Hierachter, kijk eens wat er achter ons zit. Kijk eens wat er achter ons zit. Ja, die kunnen we dus niet meer doen. Het achtervolgen van een bezorger random ergens is niet een heel goed idee. Dat wordt gewoon lastig. Dus het beste wat je kan doen is of ergens bij een pizzeria gaan staan met je scooter en diegene gaan achtervolgen, want met een auto is gewoon geen goed plan. Of gewoon ergens in een druk gebied van flatgebouwen gaan staan. Ik vind het laatste wel een heel goed idee. We zijn even een stukje rondrijden en we hebben een plekje gevonden. We zijn er net voorbij gereden. Daar heb je namelijk een standplek waar je kan staan en uitzicht hebt op een hele brede stoep waar heel veel mensen wonen. Dat meen je niet, Noah Zeeuw. Ik ben ingehuurd door een privé-detective om een huis te schaduwen. Nou, niet één huis. Ja, een heel complex. Een heel complex. Nou, dit wordt een complexe video zo. Ik voel me echt een soort van spion. Ik ook. Maar gewoon een soort James Bond. Detective. Een soort mix tussen James Bond en Inspector Gadget. Ik heb alleen geen gadgets. Of toch wel. Ja, hallo met mij. Ja, komt er iemand aan? Fantastisch. Gadget. Godgloeiende jongen, dit duurt en dit duurt. Nu ga ik nog Expeditie Robinson missen ook door deze ongein. Ik hoop gewoon dat nadat al die thuisbezorgservices onze video's zien, dat ze zoiets denken van, hey, we hebben een lek. Dus we zitten in de auto. Noah heeft weer de focus op zijn telefoon en laat ons meekijken. Hoezo nou weer op mijn telefoon? Jij zat ook op je telefoon. Het is wel waar. En hij zat ook op de telefoon. We zijn in slaap gevallen. Meen je dit echt? Oh! Jij was ons slachtoffer. Maar jij was sneller dan het licht. Jongens. Zo lekker smooth. Hier, domino. Ja, komt het aan? Hij moet hier wel zijn. Ja, hij moet hier zijn. Been, ja, been. Oh ja, we hebben beet. Domino. Domino. Hij gaat hier omhoog. Hij gaat dat patiootje in, Jep. Yeah. Ja, gatsie, maar is hij dat patiootje ingegaan? Ja. Fuck. Gast, zo dichtbij. Of nee, toch niet. We gingen net omhoog achter die pizza-courier aan, maar die was al binnen. En er was een ruimte waar je kon lopen.
En ik heb het idee dat we het beste daar kunnen gaan zitten. Als we daar gewoon gaan staan wachten, dan komt er vanzelf een bezorgservice aan en dan pakken we het gewoon direct aan. En de volgende bezorgservice. Oh, wat zal het zijn? Pizza? Pizza, pizza! Yo. Thijs. Ah, nee. We moeten wel even wachten. Nee, niet. Nee. Dat is Thijs. Lekker. Hebben we niet besteld. Helaas. Dit is iets zo, jongen. Het moment is daar. Het moment supreme. En wat gebeurt er? De telefoon valt uit. Waar ik het geluid precies mee op. Precies moment daar. Dat is gewoon gelukt. Het is gewoon gelukt. Maar ik dacht wel echt dat het veel makkelijker zou gaan. Man. Als mijn telefoon viel uit. Ja, maar het is ons wel gelukt, ik. Nee, ik kan je geen box geven. Ik heb een spel in de hand. Een cola fles en een pizza. Koekoek. We zijn natuurlijk geen harteloze jongens. In die zin dat we niet deze pizza die eigenlijk van iemand anders is gaan opeten. Ja. Dus we gaan zelf... We wilden gewoon even de actie laten zien. Dat het kan. Er is een lek, jongens. Maar we gaan de pizza... We gaan het gewoon eerlijk aan. Is de pizza besteld? Ik denk dat het koud is. Goeiedag. Oh. Pizza besteld? Top. Alsjeblieft, man. Joep, tot ziens. Top. Oh, hij heeft zijn bestelling wel. Hij heeft gelukkig zijn bestelling wel. Ja, dat is wel heel. Nu heb ik zelfs in een pizza. Terwijl wij van onze overheerlijke pizza genieten, willen we dit nog even zeggen. Police the Bee en Excite hebben ons naar Mysteryland gestuurd om daar het op te nemen tegen elkaar in twee teams. En wil je weten wie er heeft gewonnen? Klik dan natuurlijk op de infocard voor de video of hier beneden of op het linkje in de videobeschrijving. En je bent gaan bungee jumpen, hè? Niet weggaan. Oh, heb je het weggedaan of niet? Nou, dat ga je zien. Daag!